De parel van het zuiden, ons clubje uit Breda, oftewel NAC, speelt vanavond de eerste wedstrijd van de play-offs uit bij Volendam. Gaat het ze lukken om te promoveren? Dat is de vraag van vandaag. Nou meneer, gaat NAC promoveren naar de Eredivisie? Ja, ik hoop het van harte, omdat de club het wel verdient, vind ik. Dus ja, ik hoop het echt. NAC, ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik durf het je eigenlijk niet te zeggen, want ze doen hun best, maar de laatste tijd was het wel heel zwaar voor ze. Dus ik durf er eigenlijk niks over te zeggen. Ik hoop het. Als Bredanaar hoop je dat natuurlijk wel heel erg. Maar... Nee, ik durf daar geen uitspraak over te doen. Laten we het hopen, hè? Breda is trots, toch? Oh, dat weten we nooit zeker natuurlijk. Maar we hopen het wel. En als grote NAC-fan moet ik wel zeggen dat het kriebelt. Echt enorm kriebelt. We staan aan de vooravond van toch weer hopelijk vier spectaculaire wedstrijden. Natuurlijk nu tegen Volendam uit en dan weer Volendam thuis. Dan hopen we dat we dat eerst winnen. Ja, en daarna zullen we zien. Ik ben wel een beetje bang voor NEC, waar we mogelijk daarna tegen spelen natuurlijk. Want ja, die zullen wel waarschijnlijk wel van Emmen gaan winnen. Maar ik denk dat NEC een interessante wedstrijd zou zijn. En heel spannend. En ook in combinatie met Jazzfestival. Want als het de finale uiteindelijk is, dan, ja, dan kan alles alle kanten op gaan. Nou, ik hoop van wel. En waarom? NAC had vroeger goede voetballers, onder andere Frans Bouwmeester. En die zat in Feyenoord. Ik ben een geboren Rotterdammer. En ik heb alleen al aan deze naam, dan denk ik, dan gun ik het al, dat NAC weer naar de Eredivisie terugkomt. Waar ze eigenlijk thuis horen. Ja, ik denk het wel natuurlijk. Dat moet toch dit seizoen? Dus alle vertrouwen in? Ik heb er alle vertrouwen in. Zeker. Waarschijnlijk niet. De reden weet ik niet, maar ik hoor net van mijn dochter dat ze niet gaan promoveren. Ja, ik heb al heel het seizoen heb ik seizoenkaart en ja, mij maakt het ook eigenlijk niet uit of dat ze nou wel of niet promoveren. Mijn seizoenkaart is al verlengd. Divisie kent geen clubliefde. Supporter in hart en nieren. Supporter in hart en nieren. Mijn hart is geel en zwart. En wat denk jij? Wat denk jij, Missie? Ja. Gaat NAC winnen? NAC.